En Scheveningen heeft afgetrapt voor de wedstrijd RVVA Scheveningen, gespeeld op het Ridderkerkse Sportpark aan de Sportlaan. Waar het deze keer dus geen goed weer was, maar wat druilerig, wat regenachtig bij vlagen. Maar goed, de wedstrijd moest gespeeld worden en gaat ook gespeeld worden. Scheveningen in balbezit in die beginfase. En dan is het Benjamin Marta die kan overnemen en namens RVVA kan opstomen. Heeft daarnaast zich Peter Jongsleker. En die weet dan samen met de verdediging van Scheveningen weten die opruiming te houden. Al gaat het hier wat moeizaam, maar uiteindelijk komen ze er goed uit in die eerste minuten van de wedstrijd. Ik zei het, het regende nogal eens een keer. En de paraplu's die waren noodzakelijk. Dan Scheveningen aan de rechterkant. Wordt de bal voorgegeven, is daar een mogelijkheid voor, een kans eigenlijk gewoon voor Santi Hulst. En dan ook in de rebound is daar nog een mogelijkheid voor Peter Jongsleker. Maar dan komt RVVA er uiteindelijk toch uit. Maar dat was even hectisch voor de goal van Jeroen Kloosterman. Scheveningen wederom goed opbouwend. Ruben Koornijk. Bal naar de buitenkant. En dan wordt hij naar binnen gekapt. En dan is het Santi Hulst die mooi naar binnen draait. En dan uithaalt. Maar de bal die gaat ver naast. Wederom Scheveningen nu. Peter Jongsleker met een schot van afstand. Metertje naast de goal van Jeroen Kloosterman. Leon Stekertee. Mooie doorsteekbal richting Roy Weber. Die komt er met de voorzet. En dan is het in het centrum de verdediging van Scheveningen die voor opruiming weet te zorgen. Cornerbal voor Scheveningen zelf nu. En dan gaat de bal naar Ruben Koornijk. En die bal die gaat over de goal van Jeroen Kloosterman. Vrije trap nu. Scheveningen. En die bal wordt getrapt door Wesley Goeman. Maar die bal die gaat ook naast de goal. Dan aan de andere kant. Benjamin Marta legt de bal terug. Julian Akatowski. Schot geblokt. Wordt weer goed opgevangen. Is het Fiego Creso. Die dan mee naar voren gaat. Een goede 1-2 met Julian Akatowski. De 16 in. En dan claimt Fiego dat daar de bal tegen de hand wordt gespeeld van een verdediger bij Scheveningen. We gaan nog eens kijken in de herhaling. Scheidsrechter Koekoek zag er in ieder geval niets in. Dan zou het hier op de hand van Samir El Mousawi geweest moeten zijn. Maar uit de herhaling blijkt toch dat dat niet zo lijkt te zijn. Dan aan de andere kant. Scheveningen gaat dan goed door. En dan is het Kevin Gomez Nieto die de bal voorlangs schiet. Een goede opstomende actie van de man aan de rechterkant. Komt de bal uiteindelijk bij Peter Jongsleker terecht. Dan is daar een mogelijkheid uiteindelijk voor Marvin Nieuwlaat. En dan is het de knie van Jeroen Kloosterman die een goal voorkomt. RVVA komt daar wat goed weg. Benjamin Martijn, de linkerkant, speelt weer door naar Fiego Grezo. Die komt met een voorzet richting Jesper Gubbe aan de andere kant. Die geeft dan de bal voor en is het de keeper die er niet goed bij kan. Benjamin Marta in een kansrijke positie. Maar uiteindelijk levert het niets op en kan Scheveningen toch voor opruiming zorgen. Komt die voorzet nog een keer, de keeper die dan moet lossen. En dan wordt uiteindelijk de bal weggepeerd door El Mousawi. Dan uit de tegenaanval. Is de bal bij Jongsleker. Die speelt door richting Santi Hulst. En dan gaat de bal naar de rechterkant. En met een diagonale schuiver is het Wesley Goeman die Scheveningen op een gunstig moment voor hen vlak voor rust op 0-1 zet. Uit die tegenaanval, waar die kans van Benjamin Marta uit was ontstaan, is het Scheveningen die uiteindelijk via Wesley Goeman aan de 0-1 voorsprong komen. En zo gingen we ook de rust in. Dan, na de rust, Benjamin Marta. Speelt de bal dan richting Julian Akatowski. Zit daar nog net een verdediger tussen. En kan Scheveningen er weer uitkomen. Een lange, een diepe bal. Verdedigd door Creso in eerste instantie. Maar dan zit daar Nieuwlaat zit daar goed bij. En dan komt de bal bij Tim Peters. En dan wil die Damien Vreken passeren. En dan komt de bal op de hand van Damien Vreken. Heel ongelukkig, maar hij raakte wel de hand in de 16. En scheidsrechter Koekoek kon niet anders als de bal op de stip leggen. En dan is het voor Marvin Nieuwlaat een koud kunstje om Jeroen Kloosterman te passeren. Jeroen de andere kant op en de bal in het doel. En 9 minuten na rust is de stand 0-2. Ook van achter het doel. Keeper naar links, bal naar rechts. Goal. Dan Roy Weber onder druk gezet door Hulst. Dan komt de RVVA daar niet goed uit. Gaat de bal via Nieuwlaat, komt hij weer bij Hulst. En die geeft dan voor op Wesley Goeman.
En dan is het 5 minuten na de penalty is het binnen het kwartier in de tweede helft ook 0-3. En lijkt de wedstrijd daarmee voortijdig beslist. Goed uitgespeeld deze verdedigende fout bij RVVA en Scheveningen op een comfortabele 0-3. Ja, wat kan RVVA dan nog het laatste half uur? Jordi van Dam, vrije trap naar John van Vught. Die geeft de bal voor naar de ingevallen Marvin Richard. Met de buitenkant van zijn schoen, maar dat is een bal die keeper Erwin Friebel niet kan verontrusten. Kopbal van Fieko Krezo richting Julian Akatowski. En een lekker balletje op de andere invaller Melvin Zaalman. En die gaat dan de 16 in, komt dan met de voorzet. Maar dan is het de verdediger Samir El Mousawi die net voordat Richard gevaarlijk kan worden, kan opruimen. Fieko Krezo, de bal naar de ingevallen Juwad El Karitja. En die vindt dan uiteindelijk Tim Peters en dan een mooie combinatie. En dan is de verdediging van RVVA weer helemaal uitgespeeld. En dan is het El Karitja, de invaller, die de 0-4, 4 minuten voor tijd, op het bord zet. Een mooie combinatie en een niet zelfzuchtige Tim Peters. De bal terug naar El Karitja. En daar is de 0-4, 4 minuten voor tijd. Wedstrijd, als die al niet beslist was, dan is die het zeker nu. RVVA uitgespeeld. En mooi in beeld gebracht achter het doel. En dit tot een groot genoegen van de meegereisde Scheveningen supporters. Dan nog een laatste vrije trap in de 16 gepompt door Jordi van Dam. Afslagen bal wordt naastgeschoten door Robert Kooijman. En dat is ook het moment dat scheidsrechter Koekoek na 90 minuten precies besluit de wedstrijd naar het einde te blazen. 0-4 in het voordeel van Scheveningen. Lang geleden dat RVVA 4 tegendoelpunten in de competitie moest slikken. Maar de feiten waren vanmiddag niet anders. Na afloop zijn er nog interviews opgenomen met de beide trainers John Blok van Scheveningen en Giovanni Franke van RVVA en te zien op RVVA TV.